Hier voel ik me dus een prinses. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Jens! Hi! Waar zijn we? Ja, wij zijn in de Efteling. De winter Efteling. En waar staan we nu? Op de... De Pardoes Promenade. We zijn niet alleen. Wij introduceren twee andere diva's. Hè? Ja. Ze kunnen bekend zijn van de grote grande avondshow van Central Parks. Extraordinario, hè? The one and only. Het draait me langs. Suzanne. En Simone. En Simone, hoi. Welkom in de vlog. Joehoe. Ja, we zijn al even aan het kijken waar we nu naartoe gaan. En hoe lang dat de wachtrij is van Symbolica. Symbolica. Gaan we als eerste naar Symbolica. Welke route doen we dan? De rode, die is het leukste. En wat is dat? De heldenroute? De schattentour is dat. De schattentour. Nou, ik zeg enig. Wat vind je van de aankleding? Ja, ik vind het iconisch. Fantastisch, hè? Oh, die ballen. Jens, wat vind je van deze ballen? Is dat ook alleen maar met de winter Efteling? Ja, ik ben gek op ballen. Ik vind het enig. Het is fantastisch, nu al. Ik ben nooit meer terug. Nou, kijk nou. Symbolica, er is gewoon geen drol te doen, Jens. Ja, wij staan te doen. Oh, heerlijk. Kunnen zo doorlopen. We vergeten Jens. Oh nee, Jens. We vergeten Jens. Ja, Jens staat boven het maximale gewicht dat mocht. Dus helaas. Nou, dat is toch enig. We staan er vloggend op, hoor. Hey. Vertel eens even, Jens. Dit is nieuw, hè? Ja. Wat is dit? Ja, de nieuwe pandadroom. De nieuwe pandadroom. Dit is Fabula. Van de winter Efteling, hè? Dat je winterse taferelen hebt. Heel pittoresk. Wat is dit? Oh. Als Duitsland. Het is ook winterwonderland. Vuurtje, Jens. Wil jij daar even je billen verwarmen? Nee, dank. Ik heb al hele warme billen van mezelf. Oh, is dat zo? Dat is oud nieuws, hè? Oh, wat, weet je wat ik nou zo fashionable vind? Dat Suzanne haar parapluutje kleurt bij het rugzakje en de dassage. Alleen de broek past dat dan niet zo. Wat? Je moest... Hey. Ja. Jawel. Jawel, dat steekt toch leuk af. Ja. Heerlijk hoor. Ja. Nou, het is gesloten. We hebben de hele Efteling voor onszelf. Waar gaan we nu naartoe? Naar de Fata... De Fata Morgana. Sachet. Oh, hey. Jens, kijk eens, ik heb een rugzak vol met eten, want koop ik hier ook nog wat? Nee, natuurlijk niet. Want? Vind jij veel te duur. Oh, er is helemaal niemand bij de Fata Morgana. Ja, wij. We kunnen ze... Hè? Wij. Heb je dat afgehuurd? Is het privé? Ja. Ik snap nooit waarom we dit helemaal om moeten lopen daarboven. Maar ja, helemaal rond. Waarom? Ik wil gewoon... Ja. We hebben wel een boot voor onszelf. Ja, maar we zijn diva's, hè? We zijn diva's. Wij delen niet. Ja, we hebben een boot voor onszelf natuurlijk. We gaan niet bij dat volk zitten, toch? Nee. Nee, daar hebben we geen zin in. Nee. Waarom hangt die boot helemaal naar rechts, Jens? Snap jij dat? Vanwege jouw kolossale gewicht. Wat? Vanwege jouw kolossale gewicht. Oh, bedankt. Jullie zijn er gewoon echt in geweest, wij niet. Geweest. Hoe was het? Het was zo vet. De baron, hè? Ja. De baron. Oh my god. Wat mysterieus, al die mist, waar komt die uit? Ja, uit een of andere gat. Staan wij hier wel veilig, is de grote vraag, hè? Wat gebeurt hier? Ja, dan word je zeiknat. Komt die mist uit mijn anus? Aaron, ja? Wat ga jij pakken? Oh. Nou, ik neem een Bami-hap. Mm. Ja, het is, we zijn toe aan wat te eten. Wat nemen jullie, hè? Jij gaat uit de trekmuur, hè? Ik doe uit de trekmuur, maar wat doen jullie dan?
Ja, wij gaan naar het witte paard. Het witte paard, ja. Is dat te chic voor mij? Ja, dat denk ik wel. Hey Jens, die Bami Bloknet heb ik met korting. Er zat al 5 cent in, nog van andere mensen. Nee. Ja, dat is echt. Dat vind jij heerlijk. Ik heb geen 1,95 betaald. Ik heb geen 1,95 betaald, maar 1,90 voor mijn Bami-blok. Hey Jens, wat vind je ervan dat de Gondeletta aan het verbouwen is? Ja, dat vind ik tragisch. Dat vind ik de leukste attractie. Ja, maar jij vindt het woord zo leuk, hè? Zeg het eens. Ik vind de attractie niet leuk, maar ik vind de Gondeletta. Gondeletta! Dat woord? Dat is toch enig, ja? Jens, kijk eens, een etagère. Ja. Is dat echt? Vind ik een heel chic woord. Heel chic woord, hè? Oh, lekker koffie, hoor. Ik heb een chocolademelk. Wat heb je? Een warm chocolademelk. Oh, ja. Wat nu? Willen jullie de achtbanen of de Sprookjesbos? Ja, Sprookjesbos natuurlijk. Dat vind ik zo pittoresk. Vind je dat petit? En vind je het keuvelig? Ik zou keuvelig. Hé, maar kunnen we dat niet beter doen als het droog is? Nee, het is droog. Oh ja. Oh, dit is leuk hè. Sprookjesbos is toch altijd dat je zegt... Wat een kerstkrantje. Oh. Voor kerst. Hey, willen jullie ook naar het land van Laaf? Wil je het land van Laaf in de slakjes? Of doen we dat niet? Nee, daar hebben we geen tijd voor. Oh nee, dat klopt. Het is alweer bijna tijd. Hè? Wat zei je? Nou, ik ben helemaal in extase. Want die muziek die uit de paddenstoeltjes komt, heeft een kerstsfeertje. Oh echt? Dat wil ik horen hoor. Vind je het leuk, Suzanne? Ja, maar er hangt een vislucht hier. Oh, er hangt een vislucht? Waar? Is dat expres? Ja, sfeer en beleving. Sfeer en beleving. Oh, dit herken ik. Het is de Trollenkoning. Hallo. Dit vind ik leuk. Oh, hij is weer weg. Als hij begint hij plaat heel. Het is wat, hè. Jens, jij ontdekt een verandering, ja, hè? Ze heeft volgens een bustier aan, een corset. Oh ja! Normaal heeft ze blote tetten. Inderdaad, er is geen, maar er is wel een décolleté. Ja, dat wel. Dat een beetje petit is het wel. Ja. Oh, ik wil ook zo'n huis. Jens, wil je daar wonen met mij? Daar pas jij helemaal niet in. Nee, ik heb een te grote aura. Mijn aura is te groot. Wat is dit? Het nieuwste sprookje van de Efteling. Het nieuwste sprookje van de Efteling? En kunnen we daarin? Je kunt dus in de zwanen zitten en het sprookje bekijken. Oh, ja hoor. We zitten in de 6 zwanen. Ja hoor. Oh, het nieuwste sprookje in de Efteling. Wat is er hier achter jou, Jens? Kijk nou! Het is hier zo pittoresk. Oh, dit is een soort van ja, wintermarkt, kerstmarkt idee, hè? Ik vind het één. Ik vind het fantastisch. Oh. Mooi, hè? Het is zo mooi. Ja, alles is sneeuw. Oh, lampje. Sprookjesachtig. Mooi, hè? De droomvlucht. Jens, wij zijn ontsnapt uit Trollenland. Dat die flitser is uit. Wat is ze nou aan het doen? Wat doet ze? Wat is ze nou aan het doen? Ik ga het even vragen. Het is een wc-hapje. Aaron, wat ben je aan het doen? Ja, ik schuil even. Het regent. Dus ik dacht, ga even in het geweldige, pittoreske hokje. Ik kom er even bij staan. Kom je er even bij staan? Ja, het regent. Kijk, als je naar buiten kijkt, dan zie je daar een heerlijke, ja, wat moet ik zeggen? Het is een kampvuur eigenlijk, maar dan het, in de winter Efteling. Is het pittoresk? Het is heel pittoresk hier. Ja, even schuilen hoor. Kijk, dit is uniek aan de winter Efteling, hè. Er is ook een ijspaleis. Zo noemen ze dat, toch? Ja,
ijspaleis. Oh. Oh, maar dat is toch prachtig, jongens? Prachtig. Ja? Oh, sorry. Ik ben helemaal in mijn element. Dit is allemaal roze en ijs en oh, het is zo sprookjesachtig. Hier voel ik me dus een prinses. Oh, ik schrok ervan. Wat was dat? Ja, nou, we zitten in de stoomlocomotief, hè? Ja. Tot slot, wat moeten ze doen? Liken, abonneren en niet vergeten een reactie achter te laten. Enig, nou. Dag. Bedankt voor het kijken, dag. Dag. Oh. Thank you.